Als Peter Paul Rubens aan het begin van de 17e eeuw terugkeert van zijn opleiding in Italië, vernieuwt hij met zijn barokke vormentaal de hele Vlaamse kunstwereld. De aartshertogen Albrecht en Isabella stellen hem aan als hofschilder. Al snel wordt hij overstelpt door opdrachten van de Franse, Engelse en Spaanse hoven. En heel wat kunstenaars volgen hem op zijn pad. In de tentoonstellingszaal van het Stedelijk Museum aan de Zwijgershoek in Sint-Niklaas zijn tot 31 januari werken van de grootmeester zelf en van zijn opvolgers te bewonderen. Door het feit dat Rubens zoveel opdrachten kreeg, kon hij ook zijn eigen barokke visie heel expliciet doordrukken. En hij werd in alles wat hij deed, werd hij door bewonderende tijdgenoten gevolgd. Nu, de tentoonstelling Het Spoor van Rubens toont vooral de kunstenaars die door Rubens werden geïnspireerd. En dat waren niet alleen de schilders, ook de beeldhouwers, de ontwerpers van wandtapijten, de zilversmeden, de architecten, de grafici. Niemand ontkwam eigenlijk aan de barokke vormgeving van Rubens. Zo ontwierp Rubens een groot wandtapijt voor een rijke tapijthandelaar. De teruggave van Brisées is een stuk uit zijn beroemde Achilles-serie. Waar de wandtapijtkunst daarvoor eigenlijk veel decoratiever was, zien we dat Rubens hier ook zijn spectaculaire barokke vormgeving uitwerkt in die tapijt. Dit is bijna geen tapijt meer, maar het is bijna een schilderij in wol en zijde. Rubens drukt ook zijn stempel op de manier waarop landschappen en portretten worden geschilderd. 3/4 van de 120 tentoongestelde werken komt uit privéverzamelingen, vooral uit het buitenland. De meeste van hen werden nooit eerder vertoond. Het schilderij Madonna met kind van Jacob Jordaans bijvoorbeeld werd in de 17e eeuw door de Spaanse koning Philips IV rechtstreeks bij de kunstenaar aangekocht. In het begin van de 17e eeuw gaan kunstenaars niet meer alle onderwerpen schilderen. Alleen de grootste, Rubens Jordaans van Dijk, deden dat wel. Maar vele meesters kiezen vanaf hun leertijd een specialisatie. Zij specialiseren zich in het historietafereel, maar dat kan ook het genrestuk zijn, landschap, portret, stilleven. En een volgende stap is dan dat kunstenaars gaan samenwerken. Een kunstenaar die gespecialiseerd is in figuren, schildert dan bijvoorbeeld de figuren. En het stilleven in de compositie wordt ingevuld door een specialist in het stilleven. Rubens was het uithangbord van de Contra-Reformatie. Zijn schilderkunst verheerlijkte het geloof, de kerk en de pracht en de praal van de vorstenhuizen. Nochtans speelde dat historische kader voor zijn opvolgers weinig of geen rol meer. Want boven alles is Rubens een onevenaarbaar schilder geweest. Ondanks het protocol van zijn tijd, is hij een kunstenaar die alle eeuwen heeft overbrugd eigenlijk. Rubens was een meester in het verhaal. Hij was een meester in het schilderen van de menselijke huid. Hij was een meester in de manier waarop dat verhaal in beeld werd gebracht. En daarbij was hij ook nog louter schilderkundig. De grote meester van het coloriet. Rubens kon met eigenlijk heel weinig coloriet spectaculaire effecten bekomen. Van vrijdag 16 tot maandag 19 oktober heeft in de stadsfeestzalen te Sint-Niklaas weer de tweejaarlijkse gezondheids- en welzijnsbeurs plaats. Hierop stellen zich een hele reeks zelfhulpgroepen aan u voor met al hun mogelijkheden. De beurs is gratis toegankelijk voor iedereen. We zijn met een paar mannen en dat wordt regelmatig allemaal nagecheckt dat die fietsen goed staan. Dat er mensen zijn die plots hebben voor hun fietsen te zetten. Daar schrijven we dat hier op. Dagelijks stallen 1400 pendelaars hun fietsen aan het station van Sint-Niklaas. De werknemers van het fietspunt hebben hun handen vol om de fietsenrekken proper te houden. Goedendag, het is voor mij een achterband. Het staat plat. Ja, ik zie dat het plat staat. Ja. Met me zo pompen, hè. Sinds september kan je in het fietspunt ook je tweewieler laten herstellen. Fietsatelier De Versnelling is een project van de sociale economie Den Azalee. Ze stellen 5 mensen te werk. In ons atelier hier achter mij zorgen wij voor depannage van de gestrande fietser, zal ik zeggen. Ik heb een lekke band, ik moet op mijn werk geraken. Op De Versnelling kan ik terecht voor die band te laten repareren. Ik heb een rem afgetrokken, dus ook een nieuwe remkabel. Dus de kleine fietsherstelling, daar zorgen wij ook voor. Grotere herstellingen of een onderhoud doet De Versnelling niet. Daarvoor moet je naar de fietshandelaar. Heb je geen fiets, dan kan je er ook een huren. De Versnelling beschikt over 15 knaloranje fietsen. Het is de bedoeling van de fiets een beetje te promoten. Hier in Sint-Niklaas raak je ook overal veel sneller met de fiets dan met de auto. Je kan voor ons voor een halve dag al voor €6 een fiets huren.
waarover je dan 5 uur beschikt. Het fietspunt is open van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds.